Het Korps Politie Suriname, KPS, is continu bezig met het verschaffen van voorlichting aan de samenleving. Directieven vanuit waarnemend korpschef Ruben Kensen hebben aangeduid dat het verschaffen van voorlichting op een efficiëntere wijze moet geschieden. Na gebrainstormd te hebben, heeft het product zich gisteren vertaald in de start van de eerste voorlichting hotspot in het district Koroni, zei inspecteur Milton Kensmil. De KPS-woordvoerder ging inhoudelijk in op de doelstelling van deze hotspots. Het doel is die samenleving die niet voldoende geïnformeerd is met betrekking tot wetgeving, overtredingen die ze, het zij bewust, het zij onbewust plegen, de gevolgen daarvan, om die samenleving, ja, zo goed en zo kwaad als het kan, te informeren over wat kan en wat ze liever niet doen. De focus is in hoofdlijnen gericht op jongeren, maar het doel is toch wel die totale samenleving bereiken. Omdat mensen vaak genoeg niet weten wanneer ze een misdrijf hebben gepleegd. Kensmil gaf verder aan dat de focus niet alleen gericht zal worden op criminaliteit. Er zal zeker ook aandacht worden besteed aan andere kwesties. In navolging van zaken die actueel zijn, met name drugsgebruik, criminaliteit en roekeloos rijgedrag, worden diverse afdelingen binnen KPS betrokken voor het verschaffen van informatie bij de hotspots. Afdelingen zoals Narcotica Brigade, de jeugdpolitie en buurtmanagers maken ook deel uit hiervan. Het ligt in de bedoeling om alle districten aan te doen. Ook is er een thema aan verbonden, namelijk luister, leer en neem de boodschap mee. We staan in corona omdat de kleine diefstallen, dus diefstallen van vruchten enzovoort, dat corona kampt met dat probleem. Para kampt ook met dat probleem. We gaan alle districten pakken en afhankelijk van wat actueel is, dat we daarop zullen inspelen. De politie wordt aangeduid als ze zijn de straatonderwijzers. De politieambtenaar heeft contact die samenleving, de samenleving op te voeden. Dat is de taak. Of een van de taken van die politieorganisatie. En uit hoofde daarvan, ja, hebben wij gekozen voor deze aanpak. De volgende voorlichting hotspot van het KPS is in Kommewijnen.